Zo, ik ga gauw de bal halen. Is nogal lekker sportief, moet ik zeggen. Als schafschop is het natuurlijk heel belangrijk dat je goed richt. Dan moet je de bal telkens halen. Dat wil ik natuurlijk. Ah, langs de paal op, nee. Dat is echt een lekkere bal, jongens. Dat is wel. Er is niks met een bal mee. Oké. Nou, ik sta iets verder van jullie. Ja. Dat is hem wel. Nog een keer. Maar gewoon goed richten, dat is belangrijk. Goed richten, dan bereik je veel. Als je in een verre hoek kan krijgen. Oh! Zo, een zonde, hè? Hij ligt gelijk alweer goed, dus ik kan gelijk weer opnieuw doen. Ja, kijk. Dat zijn de goede strafschoppen. Lekker jongen. Lekker relax doen. Hoppa. Ja, zo is makkelijk denken jullie maar. Alleen voor het oefenen is het zeker echt een aanrader hoor. Natuurlijk, ik moet natuurlijk wel iemand extra hebben. Maar goed, het gaat om het oefenen. Dat is het leukste. Ah, shit. Maar ik kan hem zo wel halen. Ik laat daar gewoon liggen. Zo. Nou, dan lekker langzamerhand donker. Ik heb geluk met weer, joh. Echt geluk. Eigenlijk had de onweersbui al wel verwacht, maar gelukkig nog even niet. Ja, bal komt ook weer terugrollen. Dat is makkelijk. Als je gewoon elke dag een uur doet. Ah nee. Ik kijk de verkeerde kant op. Dom. Nou jongens. Zo. Nou jongens, wat ik nog even wil doen. Ik heb alleen met links geoefend met vrije trappen. Maar nu wil ik ook met rechts oefenen. Dus met dit been. Dit. Die. Daar kan misschien nog wel wat uitkomen, maar ik hoop het wel. Even iets meer richting het doel zetten. Ik wil natuurlijk wel mooi die vrije trappen natuurlijk allemaal heel mooi in het doel zien belanden. Het gras is wel een beetje vochtig, maar goed, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Het is wel heel benauwd, dat wel. Het is echt benauwd. Het is wel heel erg, benauwd. Dat de andere been beter lukt. Maar ik ben ook wel trots op links hoor. Dat moet gewoon lukken. Dat moet dit lukken.
weer langs het doel. Ik moet het eigenlijk begin van de avond even doen. Dat ik beter zie. Nu een beetje schemerig. Nou, gewoon blijven proberen. Ik ga nu naar boel gaan. Jongen, dat is warm zeg. Ja, net op tijd. Ik had niet scheef gevoeld. Ik vind het leuk jongens, echt. Lekker sportief. Lekker oefenen met voetballen. Dat ik een goede geefvoetballer ga worden. Het is best wel lang geleden dat ik weer op voetbal zit, hè. De binnenkant van het doel. De middenpaal binnen het doel. Ze moeten een klein dipje geven, dat zal misschien helpen. Ik deed net al, schande die de lat. Ze moet dat maar even doen. Klein ziekje. Ja, kijk. Dat ziet er beter uit. Dat ziet er beter uit. Ik ben echt... Ik ga voor een klein zwipje. Kom ik hem al opnemen. Dan gaan we kijken een beetje in de snoer. Ah, iets te scherp te buiten. Ik vind helemaal niet hard te doen, hè? Ik vind helemaal niet hard te schieten. Nou ja, in ieder geval. Ik vind dat trouwens helemaal niet saai moet zeggen hoor. Nee. Ga ik lekker rustig mijn tijd nemen om lekker naar mezelf te oefenen. Ja. Nou, wie deze filmpjes leuk vinden van mijn trainingen, like ze, abonneer voor wie dat wil. Het is niet verplicht, maar ja, het kan natuurlijk altijd helpen. Hoge groenten. En dan schoot ik hem gewoon over de grond. Het begint wel een beetje hard te worden. Het gaat wel beter, maar het begin is er. Dat lukt wel. Kijk, dat is nu wel leuk. Blijf doen. Ga gewoon lekker door, jongens. Ga lekker door. Ik vind het leuk dat ik dit al doe. Ook voor mijn
ontwikkelingen en zo. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ja, bijna. Tikkeltje hoger genieten. Komt vanzelf al. Beter dan ervoor. Oh, de paal. Zo. Hij echt gelukt mee. Ik moest hem weer gaan halen. Oh, ja, 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 ja. Dat was een mooie. Dat was een fantastische doelpunt. Nice jongen! Zo, dat was hem! Dat was hem! En nog een keer doen. Ik hoop dat je in beeld zat, jongen. Ik hoop dat de camera nog een beetje. Dat was echt een hele mooie vrijtrap. Zo! Nou, dat is weer laag. Oké. Goed jongens. Dus, gaan we weer stoppen? Ja. Ah, jammer. Maar, ja, morgenavond ga ik weer verder. Ja. Zo. Lekker jongens. Oh, die vrije trap was mooi hoor. Ja, die moet er mooi in zitten. Daarom schijn ik ook een beetje naar de lampen. Ja. Lekker jongens. 11 minuten zo. Goed jongens. Ik ga even naar het licht draaien. Zo. Nou mensen, dit was mijn voetbaltraining. Ik moet nog helftjes inkomen. Dat is natuurlijk logisch, want ik heb natuurlijk een hoop maanden niet meer getraind. Maar als ik dit elke avond een uurtje doe, dan komt de rest vanzelf. En komt ook allemaal wel heel goed. Jongens, bedankt voor het kijken. En nou, ik heb de oefeningen gedaan die ik wilde doen. Ja, en die vrije trap, jongen, blijft op nummer 1 natuurlijk. Dat was de mooiste vrije trap van de avond. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En hoop op een onweer vanavond. Oké jongens. En voor wie de onweer heeft vanavond, heel erg van genieten. En ik ga er zelf ook heel erg van genieten. Maar ik zie het er niet uit. Maar ik hoop het wel dat we het hier krijgen. En nou, mocht het niet zo zijn, dan houdt het natuurlijk op. Maar ik hoop het wel. Ja. Goed jongens, tot de volgende video.